Nou, ik vind debatteren heel erg leuk om te doen. Bij ons had je de keuze om tussen filosofie en debatteren. En dacht ik, nou, laat ik debatteren een keer proberen. Altijd thuis ook discussie met mijn vader over huidige onderwerpen en zo. Dus ja, vind ik heel leuk om te doen. En wat leer je dan vooral van zo'n dag als vandaag? Nou, je leert je eigen kwaliteit kennen. Wat je zelf heel goed aan, wat je goed kan en wat niet. Maar je leert ook, zoals nu je in een groep bezig bent, de kwaliteit van anderen. En hoe je zeg maar jezelf dan wat op de achtergrond kan zetten. Zodat anderen ook hun kans krijgen. En dat is heel belangrijk vandaag. En waar letten jullie nou op? Wat is nou een goede debater? Iemand die uit durft te komen voor zijn of haar mening, maar ook iemand die heel goed nadenkt. We letten dus vooral ook op diversiteit, enthousiasme, want niet iedereen is een goede debater. Er zijn ook mensen die heel erg goed zijn in bijvoorbeeld het nadenken en die heel erg goed zijn in ideeën bedenken, maar het moeilijker vinden om ze ook daadwerkelijk naar buiten te brengen. En dat soort mensen hebben we ook nodig, dat zijn de analisten.